laatste onderdeel wat ik wil behandelen. En weet je, ik kan heel ver op die onderwerpen ingaan. En ik kan er een hele studie over maken. Maar ik wil ze bewust stap voor stap behandelen. Maar dan een beetje zo kort maar bondig houden als mogelijk. En dat is demonische machten. En demonische machten, die kunnen vaak van invloed zijn op jouw geestelijke gemoedstoestand. Iemand kan een geest van depressie over zich krijgen en in één keer helemaal down zijn. En verdrietig zijn, zonder dat hij weet hoe dat komt. En heel somber zijn. Dat is hoe demonische machten werken. We zijn wel eens voor iemand gaan bidden, die had een spiritual husband. Dan was het zo dat die geest gewoon seksueel gemeenschap had met diegene, 's nachts. En een spiritual husband of wife, zowel een man als een vrouw kan die hebben. En wat je ziet is, dat bijvoorbeeld diegene die bijvoorbeeld een relatie heeft, en hij heeft een spiritual husband, dat diegene zijn gevoelens voor die vrouw helemaal weg kunnen gaan door die spiritual husband, maar andersom ook. Dus die demonische macht kan zo diep penetreren dat hij de gevoelens bij die andere persoon weghaalt, want je bent in de geest getrouwd met die persoon. Een manier hoe je kan herkennen dat iemand dat heeft, is dat diegene hele vage, gekke klachten heeft. Last van hoofdpijn, last van darmklachten aan de darmen of de buik, veel klachten aan de buik. Onverklaarbare pijnen, bijvoorbeeld in één keer dat je last hebt van je rug. En ook dat die pijn zich verplaatst van het ene plek naar de andere plek, van de ene plek naar de andere plek. Dan weet je dat je te maken hebt met een demonische geest. En in dat geval bijvoorbeeld is een spiritual husband in veel van de gevallen de oorzaken van dat mensen bepaalde lichamelijke kwalen hebben of pijn hebben. En die ervoor zorgen dat ze daardoor minder goed kunnen functioneren. Heel vaak zie je dat mensen naar een gemeente gaan en dan wordt die geest weggestuurd. Maar dan ziet hij jou, die vrouw bijvoorbeeld, als een weggelopen vrouw. Dus wat je ziet is dat die geest dan weer terugkomt. En weer probeert diegene in bezit te hebben. Want die geest ziet die persoon als zijn bezit. Dus wat diegene zou kunnen doen om vrij te komen, is je gaat een echtscheidingsbrief schrijven. Voor die, weet je, dus je verklaart je echtscheiding met die geest. Dat je zegt, ik ben niet verbonden met jou. Ik scheid bij deze van jou. De Messias, Yehoshua Mashiach, de Zoon van God, hij is mijn man. Ik ben getrouwd met hem. En daarmee zend je hem weg met een scheidbrief. En dat is eigenlijk hoe die geestelijke principes ook werken. Jij moet als het ware die banden en ketenen verbreken. Want anders maakt die demonische macht nog aanspraak om in jouw leven binnen te kunnen komen. Ook een manier hoe die machten binnen kunnen komen is door wat je naar kijkt, via tv. En ik geef toe, we zijn allemaal onderworpen daaraan. Dat we bijvoorbeeld dingen kijken, misschien met reclame op tv of andere zaken waar we liever niet aan blootgesteld worden. Dus het gebeurt niet van de een op andere dag. Maar als jij het maar vaak genoeg blijft doen, kan je ook onder invloed van demonische machten komen op een gegeven moment. Dus dat is hoe geesten kunnen werken. Ze kunnen mensen uit hun slaap halen, dat er in één keer een gedaante over je heen komt en je slaapt niet meer. Of als je onrustig wordt, dat je in één keer heel veel angst voelt van binnen en je wordt heel erg onrustig. Dat zijn allemaal tekenen van demonische geesten die aan het werk zijn. En de manier hoe je dat kan oplossen is, wat het woord ook zegt, onderwerp je aan mij in geloof. Dat betekent dat je je gehoorzaamt aan hem. Bied weerstand aan de duivel in geloof en hij zal van je vlieden. En de beste manier hoe je dat kan doen, is juist hetgeen wat je het meest vreest, gaan confronteren. Dat je de strijd ermee aangaat, want het is een geestelijk gevecht. Het is een indringer. Het is een terrorist. En die moet jij eruit gooien. En dat kan je zelf doen, maar dat kan je ook met hulp doen van anderen als je niet sterk genoeg bent of niet weet hoe je het moet doen. En die indringer is eigenlijk een indringer in jouw huis, net als een dief een indringer kan zijn. En dan helpt het niet altijd om hem weg te sturen, je moet die indringer er letterlijk uitgooien. Van ga uit mijn huis.
En dan helpt het soms ook om dat met geweld te doen. Je moet echt geestelijk geweld gebruiken. Dus hardhandig tekeer gaan. Het moet op een lieflijke manier gaan, met alle respect. En daarom zegt het woord ook, Gods volk gaat te onder wees gebrek aan kennis. Ik heb ook in onze topics, onderwerpen, andere studies behandeld. En het andere topic die ik nog, waar ik ook dieper op in wil gaan is over die smalle weg en die brede weg. Dat breed is de weg die tot verderf leidt en velen zullen die vinden. En smal is de weg die tot leven leidt en slechts weinigen zullen die vinden. Ons is geleerd dat de brede weg de wereld is, dus de smalle weg zijn de gelovigen. Maar hij sprak tot de gelovigen al. En waar ik dan dieper op in wil gaan is ook, en ik ga nu al een stukje vertellen, dat het een smalle weg is die ten leven leidt en dat er weinigen zijn die het vinden. Er zijn weinigen die maar die prijs ervoor willen betalen. De weg naar Sion is een proces waar je niet zomaar op geraakt. Je kan niet in één keer bam, alles in één keer goed doen. We moeten groeien in deze dingen. En daarmee wil ik je bemoedigen vandaag. Tot ziens, fijne dag nog.